It is time to join the digital transformation in the property industry. Stay sharp and witness the latest trends in technologically innovative products designed for the most valuable asset classes in the world. Its potential is tremendous. Zo, naar de start van Meet the PropTech. We zijn gisteren aangekomen met Thalys. Super fijne rit hier naartoe. Ja, nooit meer anders. Nooit meer anders. Zeker vergeleken met vliegen is het echt onwijs praktisch. En dat doen ze mij dat nog een goede invulling. Ja, snel en efficiënt. Dus echt gewoon geheel fit kom je aan. Dus dat is echt top. We hebben rustig kunnen acclimatiseren. Dus gisteren eventjes wat voorwerk kunnen doen. Kijken wat er, waar we naartoe willen. Even de agenda nogmaals goed bekeken. De afspraken. Bevestigd met belangrijke sprekers waar we naar uitkijken. Ja. En nog even onze LinkedIn-profielen allemaal bekeken. Of het ook voor hun duidelijk is wie wij zijn uit Nederland. En wat wij beogen, wie wij vertegenwoordigen als Associate Vastgoednetwerk. Dus volgens mij kijkt iedereen ernaar uit. Er komen meer dan 2000 PropTech internationale vastgoed. Ik zou niet zeggen experts, maar wel mensen die met vastgoed aan het werk zijn. Die dus wel expert zijn in PropTech of daar in ieder geval expert in willen zijn of daar alles van willen weten. Ja, verdiepingsslag willen doen op technologie. Ja, zeker. Dus wij vinden dat ontzettend fijn om daar mee aanwezig te zijn. We zien natuurlijk ook Francesca Coppola, onze Meet & Read relatie, die ervoor heeft gezorgd dat onze members met de aantrekkelijke korting naar deze beurs kunnen. En we hebben diverse afspraken. We hebben ook ons ingeschreven voor bijzondere conferenties. Daar kijken we zeker naar uit, want dat willen we ook heel graag met jullie delen. Ja. De eerste post hebben we vanmorgen al gedaan op LinkedIn. Dus je kunt reeds lezen wat wij vandaag gaan doen en wat er op onze agenda staat. En we sluiten af vanavond met het Meet & Read feest. Dus dat is eigenlijk traditie. Vorig jaar heel erg geslaagd. Heel erg leuk, dus ik ben benieuwd hoe het dit jaar eraan tussen gaat. Ja, vorig jaar was echt geweldig, ook echt langs de scène. En het was echt op en top te verzorgd. Er waren al members die vanmorgen ongerust appten van moet ik andere kleding aan of hoe gaat dat? Ja, het is dit jaar op dezelfde locatie, dus dat is ontzettend makkelijk. Op de locatie waar je bent, daar wordt ook het feest gehouden. Dus je hoeft niet meer van de beurs af. Dus het wordt een lange, intensieve, maar zeker een waardevolle, netwerkversterkende en kennisoptimaliserende dag. Dus zo staat vastgoed is klaar voor. We kijken ernaar. Ik zeg blijf kijken en volg ons vandaag. So what I find out is that it is a very active environment. Products come, but also products go a lot. So the status of those in the 31st of December is already half a year behind, so we have to update it again. What did we do? Let me see, how can I proceed? First, we had to gather all the information, and we used several sources. You see, how did we find information? Most has been done via desk research. We looked in the internet, we asked people in our surrounding, what are the products that we already know are good examples of blockchain and real estate? Mogen bijwonen over tokenization en blockchain. Leuk om een van de members en partners in van Fibre Joop Ronker. Ja, zeker. Leuk. Wat zijn je eerste indruk? Dat het dus vooral van belang is om het samen te doen. Dat we stap voor stap de juiste richting uitgaan. Dat technologie weliswaar gaat zorgen voor meer duidelijkheid, meer transparantie, meer mogelijkheden, snellere tools. Ja. Maar dat er nog flink geïnvesteerd moet worden om de gewenste toepassingen invulbaar te krijgen. En dat er nog wel wat water op de Rijn moet. De meeste vastgoedbedrijven nog werken met Excel spreadsheets. En voordat dat allemaal in de blockchain staat, hebben we nog een hoop te doen. Dus wij zijn ook heel erg benieuwd of er deze dagen ook concrete toepassingen voor geleverd worden. Buiten dat er heel veel kleine bedrijven hier aanwezig zijn. Of die bedrijven ook geclusterd hebben. Om daarmee een toepassing bijvoorbeeld voor de oplossing voor een Excel naar de blockchain. Dat vergt nogal wat toepassingen van datagebruik.
of dat op deze beurs ook wordt gedeeld en of dat ook voor iedereen begrijpbaar is. Want ik zie ook veel mensen rondlopen die dan toch niet goed weten bij wie moet ik zijn voor wat. En ja, voor de rest is eigenlijk alles perfect geregeld. Ik had net rond Noon toch wel wat trek. Dan ga je naar de bar, alles is free. Dus, ja, vorig jaar was het namelijk echt een grote zalen natuurlijk, waar het echt een klein gedeelte afgeschermd was voor het contact gedeelte. Ja. Dit jaar is er volledig een gebouw voor gerealiseerd die volledig voor ingevuld is. Alles meer gecentreerd, professioneel aangepakt, er loopt zelf rond die je over kan begeleiden. Er is een mooie ruimte gericht om presentaties te volgen. Er is een mooi programma opgemaakt waarin je kan zien waar je heen wil, of diverse onderwerpen en topics die bij kan wonen. Wat me wel opvalt op het gebied van blockchain en real estate, dat er dus nog heel veel bedrijven echt in de kinderschoenen staan. Het is volledig eigenlijk nog alleen maar concept. Ja, op dat onderwerp, ja. Ja, je vindt dat onderwerp nog. Het is volledig conceptmatig nog wat er nu gepresenteerd wordt. Het grote probleem daarin zijn natuurlijk investeringmogelijkheden. Bij het moeite hebben om investeringen op te halen, dan weet je eigenlijk nog met eigen kapitaal geïnvesteerd te worden. Ja, dus de bedrijven die dat kapitaal beschikbaar stellen, dat zijn de bedrijven die er nog mee werken. Ja. He, zoals JLL en DKMobilien, dat zijn de bedrijven die de blockchain nog helemaal op de rit hebben. Dus in die zin is er nog echt wel iets voor ons te doen. Wat wel heel erg leuk is, waar ik er ontzettend trots op ben, is dat overal op de grote borden de partners van MIPIM.tip staan en de MIPIM-partner van MIPIM Read. Daar staat zo zit vastgoed. Natuurlijk, ook bij. Kijk, daar krijgen we nou een warm hart van. Ja, heel erg leuk. Ook voor BOTEG innovatie kun je dus bij Social Fastfood krijgen. Wij gaan door naar de volgende. Ja, we gaan spreken naar Anders, internationaal filosoof. Gisteren afgesproken, we hebben op LinkedIn. Dus ik ben heel erg benieuwd wat hij ons gaat leren en vertellen. Dus kom mee!